We bekijken deze schakeling waarbij we met een relais en een aantal contacten een NOR proberen te maken. Het staat ook in de tekst, ook de NOR kunnen we met een relais opbouwen. Maak de waarheidstabellen compleet. Het gaat natuurlijk om deze drie waarheidstabellen en dit is het schema. Even terugkijken, de NOR, hoe zat dat ook alweer? Dat ziet er ongeveer zo uit. Op deze manier. A, B, L. En als we daar een waarheidstabel voor maken, dan ziet die er zo uit. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Dus dat is het idee. Zoiets zal het moeten worden. En we hebben nu tot onze beschikking twee contacten A en B. We hebben een relais K en we hebben een verbreekcontact. Dat hoort bij relais K. Dat zie je aan de codering. Hier staat een K. En dit is het eerste contact dat hoort bij dat relais. Daarnaast kun je hier ook een stippenlijn zien. Dat betekent dat er een mechanische verbinding is tussen het contact en de relaispool. En dat klopt ook, want dat is de manier waarop een relais functioneert. Uiteindelijk gaat de lamp branden als dit contact niet bediend wordt, niet bekrachtigd wordt. Oké. De eerste stap die we maken is kijken wanneer de relaispool wordt bekrachtigd. Wanneer krijgt de relaispool spanning? Wanneer kan er door de relaispool stroom lopen, zodat het relais wordt aangetrokken? Twee variabelen zijn A en B en K is dan de output. Je ziet dat hier de contacten parallel staan, dus we hebben het hier over een off-board. En in spreektaal zou je kunnen zeggen of A of B moet bediend worden en dan gaat K hoog worden, 1 worden. Nou, dat betekent dat als A en B beide niet bekrachtigd wordt, gebeurt natuurlijk helemaal niets met dat relais. En in alle andere gevallen wordt het relais bekrachtigd. Als het relais niet bekrachtigd wordt, en denk om het feit dat dit weer getekend is in de rusttoestand. Als het relais niet bekrachtigd wordt, dan brandt de lamp, want we hebben hier een verbreekcontact. Dus als het relais niet bekrachtigd wordt, brandt wel de lamp. Als het relais bekrachtigd wordt, zal dit contact van stand wisselen en dan gaat de lamp uit. Dus je kunt hier zeggen dat we het hebben over een NOT poort. Nou, we hebben een OFF en een NOT gecombineerd. Dat is interessant, want dat zouden we op deze manier kunnen tekenen. Dit is de lamp L en dit zijn de variabelen A en B. Nou, als je deze twee symbolen combineert, dan kom je natuurlijk weer bij het standaard symbool voor een NOR uit, een NOF. Laatste stap is het invullen van de waarheidstabel voor K en voor L. En dat betekent dat deze kunnen we overnemen vanuit die tabel, dus 0, 1, 1, 1. En L brandt dan in alle andere gevallen, zit een inverter tussen. Dat betekent dat dit wordt 1, 0, 0, 0. En we hebben nu met een relais en twee parallele contacten een NOR-poort gemaakt.